Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zijn echte pen en wanneer. Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar. Toen ging hij de rollen verdelen. Als eerste koos hij Marjolein. En toen zij Maria mocht spelen, hoopte ik dat ik Jozef mocht zijn. Maar natuurlijk werd Peter weer Jozef. En Ruben en Kees en Martijn, die werden als derde gekozen. Die mochten de koningen zijn. Toen dacht ik, dan maar een herder. Dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder. Tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen. En Paul en Yvonne, die werden de os. De rol die ik kreeg, moest ik delen. Ik moest ezel zijn, samen met Jozef. Beste begonnen, met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen, met telkens die stomme ezel erbij. Hey, wat kost het nou? Ezeltje rijden, of ezeltje prik, hup, een pen in je rug. Zeg, hou jij je oefenis bij je? En met grin stond ik opeens in de ezelsbrug. En de meester zei soms, ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezelgeklier. Maar ze pakten me terug, direct naar de bel. En riepen in het speelkwartier. Hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Toen ik het hoorde, ging ik door de grond. En ik ben niet eens de voorkant. Nee, hij is de kont. Een dag voor we op moesten treden, kwam Jos niet op school. Hij had zogenaamd griep, maar het was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor schut met me liep. In mijn eentje speel ik geen ezel. Maar toen zei Marjolein, laat een ander Maria maar wezen. Ik wil samen met hem de ezel wel zijn. Pas langzaam drong het tot me door en de hele.